Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar mijn vierde vlog. In deze vlog zou ik jullie allereerst vertellen of het stierkalfje wel of niet goed genoeg is om als dekstier ingezet te gaan worden. Helaas is die niet goed genoeg bevonden, omdat hij te weinig kilo's vet en eiwit door zou geven aan de nakomelingen. Nou, we houden meneer zelf, je ziet hem hier ook liggen, het rood-wit kalfje. We gaan hem zelf opfokken en we gaan hem zelf inzetten als dekstier voor onze eigen koeien. Verder wil ik het deze vlog met jullie hebben over de hitte. Het is hittegolf in Nederland met temperaturen boven de 35 graden. Wat doen wij zoal om het een beetje koel te houden voor de dieren? Nou, dat wil ik jullie vandaag allemaal gaan vertellen. Gaan jullie mee? Nou, het is nu 8:30 s'avonds en het is nog 29 graden. Wij doen dus de koeien s'avonds naar buiten en we laten ze dan s'nachts lekker heel de nacht buiten staan. Want het is natuurlijk een stuk afgekoeld in vergelijking met overdag. Aangezien wij helemaal geen bomen hebben, doen we ze echt overdag niet naar buiten. Nou, ik ga het draadje open doen en dan kunnen de koeien naar buiten. Lekker. Nou, de dames staan lekker buiten. Het zweet loopt nog van mijn hoofd af, maar goed, het is ook hittegolf in Nederland natuurlijk. De koetjes hebben in ieder geval een lekkere frisse nacht. Natuurlijk wordt er ook aan de paardjes gedacht. Hier krijgt ons paard een heerlijke verfrissende douchebeurt. Lekker een beetje afkoelen. Nou, wat doen wij er nou allemaal aan om de kalfjes een beetje het hoofd koel te houden? Ten eerste hebben we het geluk dat de iglootjes onder de bomen staan. Dus het grootste gedeelte van de dag hebben ze schaduw. Dat is natuurlijk al aangenaam. Ten tweede zorgen we altijd dat ze schoon stro hebben. Want je kan je voorstellen als het stro wat nattig is of vochtig, dat het broeierig aanvoelt. Als ze er dan in gaan liggen, is het niet zo heel aangenaam. 'S ochtends geef ik ze melk, tussendoor geef ik ze water. Dat doe ik onbeperkt. Dus ik loop er regelmatig langs om te kijken of er nog water in de emmers zit. Voordeel daarvan is dat je de gezondheid goed in de gaten kan houden. En je emmers zijn schoon omdat je het steeds spoelt met water. Tussen de middag geef ik melk. En daarna spoel ik de emmers schoon en dan doe ik er weer water in. Heel de dag onbeperkt water. Drinken ze ook lekker van. En dan krijgen ze, einde van de middag krijgen ze gewoon weer de melk. En dan daarna weer water. Nou, zo komen wij aardig de hitte door. We zijn nu een week verder. En ze zijn allemaal nog gezond. Mocht er nou eentje iets minder gezond lijken, of het een beetje zwaar hebben, dan doe ik wel eens een Nutrivis bruistablet in het water. Geef ze weer een klein opkikkertje. Zo komen we de hitte wel door. Nou, ik wens jullie allemaal heel veel succes. En kijk zeker de volgende keer weer. Doei doei!